Goedemorgen. Goedemorgen. Aldert. Goed en mooi om dat met elkaar te zingen. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Want lieve mensen, het is Pinksterzondag. En dat is traditioneel de zondag waarbij we stilstaan dat de Heilige Geest aan ons gegeven wordt. Anderhalve week geleden hadden we hemelvaart, het moment waarop Jezus naar de hemel toe ging. Waarom? Zodat hij de Heilige Geest kon zenden. En vandaag is dat dan het moment. Pinksterzondag. En ik heb erboven gezet de stelling, de geest is niet geestig. Dat is een beetje prikkelend bedoeld natuurlijk. Ik dacht later, God is niet geestig, had misschien nog iets spannender geweest. Maar waar ik dus mee bezig ben al de hele afgelopen week, is de vraag, heeft God humor? Want ik kreeg wat feedback, et cetera, van mensen. En ik dacht van ja, maar heeft God humor, ja of nee? Nou, ik wil het eigenlijk wel even van jullie weten. Wat denken jullie? Heeft God humor? Ja. Nou ja, Corrie, ja? Ja, dat heeft zeker. Hoe weet je dat? Ja, dat ervaar je wel in het leven. Hè? Staat hij aan, Paul? Dan moeten we even wachten. Ja, dat ervaar je in het leven? Ja, dat ervaar ik wel, ja. Hoe? Nou, dan wil je zelf iets doen en dan merk je dat God een ander plan heeft. Ja, precies. En dan moet je toch naar hem luisteren. Oké. Okay. Jan, heeft u humor? Ja, maar ik vind humor heel belangrijk in het leven. Ja. Dan mag ik weet toch weten dat het God heeft gegeven. Dan moet u zeker humor kennen, anders zou je het niet weggeven. Oké, dat is wel een goeie. Zijn er andere mensen die menen dat hij niet humor heeft? Dat mag je ook vinden, hè? Nee, iedereen is al. Iedereen vindt God wel redelijk geestig. Oké. Nou, ik denk dat ook. Ik vertel het ook maar gelijk. Ik denk ook dat God geestig is. Vanmorgen bijvoorbeeld, ik zat Daniel een beetje achter de broek van kom op jongen, ik moet weg. 9:30 moeten we altijd soundchecken. Hij moest zijn schoenen er nog aandoen. Dus ik zei, kom op nou. En Lia zei, doe je schoenen dan maar in de bus aan. En wij weg en onderweg naar mijn bus denk ik, hey, ik heb dezelfde verkeerde schoenen aan. Ik heb zelf de preekschoenen niet eens aan. Dus ik hoop dat het op deze schoenen ook lukt, lieve mensen. Maar ik dacht, nou, dat is dan ook een grapje van God zelf. Wat zei je? Kleurt prima. Ja, kleurt prima. Oké. Okay. Nou, ik dacht vaak is het hoe vromer de berichten, hoe langer de gezichten. Als God ons een lach heeft gegeven, waarom zouden wij dan niet mogen lachen als mens? En ook in de kerk denk ik dat dat mag. Als we naar zijn evenbeeld zijn gemaakt, dan zou je hem zelfs tekort kunnen doen om als zuurstok door het leven te gaan. Op de website remonstranten.nl staat het volgende. Dat geloven een serieuze zaak is en lachen daar zeker niet bij hoort, is een opvatting uit de middeleeuwen die nog steeds in ons denken verankerd lijkt. De lach was lang verdacht, want het zou een ingang voor de duivel zijn en Jezus zelf zou nooit gelachen hebben. Ik moest erover nadenken en ik kan die middeleeuwse gedachten niet ongelijk geven. Nergens lees ik in de Bijbel dat Jezus lachte. Geen moppetapper bij de bruiloft van Kana. En geen Sam en Moos dijenkletser van Petrus. Ook niet dat het verboden is. Er staat ook niet dat het verboden is. Maar ik moet zelf ook eerlijk bekennen, ik heb eens een film gezien van Jezus. En daar stond hij bij een put met zijn discipelen. En we gingen die anderen nat gooien met water. En ik dacht, oké, ja, dat kan, maar het zat ook wel ergens van, dat was Jezus toch niet, dat deed hij toch niet. Dus het heeft ook te maken met wat voor beeld jij hebt van wie Jezus is. En of die humor had. Ik vroeg me af, waarom staat er eigenlijk zo weinig humor in de Bijbel? Ik weet dat voor het Joodse volk humor ontzettend belangrijk is. Als je leest naar hun verhalen en zij zijn ook de meester van de moppetappen eigenlijk, om te kunnen te relativeren. En dat heet een, dan moet ik het even goed zeggen, anders krijg ik dat later terug. Een wits. Dat is de
een naam voor Joodse humor. En er zit altijd een diepere laag onder hun grappen. Want zij zijn natuurlijk het meest vervolgd van alle volken ter wereld. En er zit altijd een diepere laag. En zoals bijvoorbeeld deze. Een douanier vraagt in Rusland aan een Jood: heb jij familie in het buitenland? Waarop die zegt: nee, meneer. En een andere douanier herkent hem en die zegt: hey, maar hoe zit het dan met Sarah uit Tel Aviv en met Mozes uit Jeruzalem? Is dat dan niet familie van jou? Waarop die zegt: jawel, maar ik ben de enige in het buitenland. Er zit zo'n diepe laag in hoe belangrijk Israël voor hun is en de rest is allemaal buitenland. Jean-Jacques Zuurmond, columnist en predikant, die schreef een paar jaar geleden: humor is de zuster van het geloof. Wie niet gelooft, leeft uit zijn eigen centrum. Hetzelfde geldt voor humor. Wie humorloos is, leeft vanuit zichzelf. Leeft zonder relativering, zonder plaatsbepaling. Geloof en humor echter houden rekening met het onverwachte en ongerijmde. Wat een pretletter ook die man, het straalt er ook gewoon vanaf. Ik dacht, zijn achternaam, dat doet zijn karakter niet eer aan. Maar hoe ga je als kerk dan om met humor? En eerlijk is eerlijk, ik hoor God zelf ook maar weinig lachen in de Bijbel. Sarah is de eerste die lacht. En God lacht daar niet. En als haar zoon Isaac geboren wordt, geeft hem de naam Isaac. Wat betekent hij die lacht? Maar weer is er geen goddelijke glimlach te bespeuren in dat verhaal. En waarom hebben wij die lach dan gekregen? Nou, ik dacht, humor helpt ons om onszelf te relativeren. Voor mezelf, als ik voor mezelf spreek, God neem ik uiterst serieus, maar mezelf ietsje minder. Daarom wordt het ook lastig voor mij als ik met mensen in gesprek ben die mij vertellen dat de gemeente zou zo moeten zijn. De kerk moet dat worden, zonder enige ruimte voor relativering te laten. Eigenlijk zouden we toch altijd ruimte bij elkaar en aan elkaar moeten geven om met elkaar te zoeken naar wat de gemeente zou moeten zijn en wat de gemeente zou moeten worden. Aan de andere kant, relativerend ingesteld zijn zoals ik en heel veel in het midden laten heeft ook een keerzijde. En ik vertel jullie over jaren geleden in Koudum. Ik ben altijd trouw geweest aan de gemeente, vanaf jeugd af aan. Mijn 17e gedoopt. Toen was daar een vrouw en die zei: Wouter, heb jij wel het hele evangelie geaccepteerd? Waarop ik in alle eerlijkheid zeg, ik denk het wel. Ik wist niet dat er een halve versie was of een driekwart versie of 1,37. En ze zei, ik bedoel, heb jij de geest wel ontvangen? Want ze zei, hier in de gemeente valt het me steeds meer op hoe ontzettend gemakkelijk de mensen eigenlijk zijn. Ze accepteren dat het geloof dit is. En ze zoeken niet naar verdere gaven van de geest. Zoals profetie, zoals genezing. Zoals tongentaal. Ze zei, het lijkt alsof onze gemeente gewoon tevreden is. Nou, als je in een winkel kijkt naar wat er voor hun op de schappen ligt. En ze zoeken niet naar de hogere gaven. Ik reed vertwijfeld naar huis. Ik had geen idee of ik het eigenlijk wel goed had gedaan al die jaren. Was ik dan een soort van tweederangs christen geweest al die jaren, die wel zijn best deed, maar het allemaal eigenlijk nog niet had begrepen? Had ik het fout gedaan? Klopte het niet binnenin mij? Was er iets mis met mijn geloof? Nu, jaren later, dat is het voordeel van leeftijd als je paar jaren meeloopt, denk ik, och, had ik er toen maar niet zo mee gezeten. Als ik nu haar leven zie, zij is van gemeente naar gemeente gegaan, overal ontevreden, overal klagen, overal niet mee eens zijn en nog steeds is ze zwervende. Ik dacht, laat mij dan de gave van tongentaal en profetie ontberen. Haar had ik de gave van stabiliteit gegeven, willen geven, van innerlijke rust en ware liefdes voor broeders en zusters.
waarvan je zegt, ik blijf trouw, ook al ben ik het niet met alles eens. Hier wil ik blijven, want dit is mijn gemeente. Dit zijn mijn broeders en zusters. En hiermee hebben we het te doen, anders is het niet, want we zijn als broeders en zusters aan elkaar gegeven. Als haar woorden al effect hebben gehad op mij, dan is het dat ik me nog minder snel voor het karretje van één iemands geloofsbeleving laat spannen. Een constante ontevredenheid over je eigen kerk en shopgedrag heeft in mijn ogen maar weinig met Gods geest te maken. Paulus leert ons dat de geest bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld leert. Dat wil ik ook met jullie lezen. Hij zegt dat in Efeziërs, Efeziërs 4, en ik lees het met jullie vanaf het eerste vers. Ik, zegt hij, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden. Wees zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam, één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Paulus roept op om de eenheid te bewaren die de geest geeft. Hoe mooi is dat? Wat een mooie zin. Als je op zoek wilt naar de geest in onze gemeente, dacht ik, kijk dan eerst naar de mensen die de eenheid bewaren. Die erop gericht zijn om het bij elkaar te houden. Span u in om de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Hoe wil u dat doen? Door middel van één lichaam, één hoop, één Heer, één geloof, één doop. Dat is ons centrum. En ook hier zijn er mensen die meer tongentaal willen, profetie en genezing. En dat vind ik goed. Dat vind ik mooi, want het staat ook in de Bijbel. Dus dat is ook belangrijk. En ik vind het toch belangrijk om er ook een paar versen aan toe te voegen uit de twee hoofdstukken die het meest uitvoerig over de gaven van de geest spreken. 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. 1 Korinthe 12 vers 7 zegt, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Dus een ieder van jullie zou zich nooit een tweede rangs christen moeten voelen omdat jij iets niet genoeg zou hebben. En ieder van jullie is de geest gegeven ten bate van de gemeente. Jij, iedereen heeft de geest gekregen. In een ieder is die zichtbaar. In 1 Korinthe 14 vers 1 staat, jaag de liefde na en streef naar de gave van de geest, vooral naar die van de profetie. In ieder is de geest aanwezig. En vooropgesteld, jaag de liefde na. Ook het 12e vers uit het 14e hoofdstuk wil ik jullie niet onthouden. Als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. Mensen bellen mij en zeggen, Wouter, we moeten meer dit, meer dat. En ze blijven langzaamaan steeds meer weg. Dan zou ik het willen omdraaien. Steek eerst ontzettend veel tijd in de opbouw van de gemeente. Dan gaan we daarna aan de slag met jouw passies. Eerst de opbouw van de gemeente. En dat is niet altijd even makkelijk. Het is altijd makkelijker om die luis in de pels te zijn. Om commentaar te hebben, toch? Dat had ik ook, weet je. Voordat ik dominee werd, vond ik het juist mooier om zo nu en dan eens een steekje te geven. En mensen een beetje te porren van, nou, doen we het allemaal wel goed. Nou ja, het is niet mijn functie inmiddels meer om te gaan steken en te porren, et cetera. Het is mijn functie geworden om te verbinden. Maar aan de andere kant, wat voor functie heb ik nou anders dan jullie? We zijn een baptiste gemeente. Dat is een platte organisatie. Niemand is hier de baas. Niemand bepaalt het. Wij allemaal bepalen het met elkaar. Dus eigenlijk hebben jullie net zoveel verantwoordelijkheid om te verbinden als ik. Heerlijk. We hebben gewoon precies dezelfde taak gekregen met elkaar.
Alleen gaat het sneller, samen kom je verder, appte kaasboer Menno mij gisteren. Alleen gaat het sneller, maar samen kom je verder. Heeft God humor? Ik hoop het, mensen. Ik hoop het zo. Ik kan het dus niet echt uit die Bijbel trekken dat ik daar een goede grap zie. Of je moet al een soort van vertaalslag maken. Ik hoop het, maar ik ben er ook van overtuigd. Als hij het met ons wil proberen, dan moet hij toch echt wel een stuk humor hebben dat hij zegt, nou, dit gaat hem worden. Laten we God serieus nemen, onszelfs nu dan ietsje minder humor relativeert. En het kan ons ook bevrijden uit een krampachtige houding. En als dat gebeurt, gaat er een bevrijdende kracht vanuit. En van die bevrijdende kracht is het mogelijk God zelf te zien als de actor. Als de maker van die grap. Mijn God kan wel tegen een grapje. En als wij van Paulus dan vooral de gave van profetie moeten nastreven, dan zou ik een gemeente voor me willen zien die heel serieus op zoek is naar de weg van God in hun leven, in ons leven. Die betrokken is bij elkaar, die de eenheid bewaart, die zich inspant ter opbouw van de gemeente en daarbij ook streeft naar de gave van de geest in alle bescheidenheid. Die humor heeft en een geestige God, die bescheiden, zachtmoedig en geduldig onderweg gaat met elkaar en die, zoals Paulus zegt, streeft naar één lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Daar hebben we ook een prachtig lied bij. Dat heeft Willem uitgezocht. Dat is lied 450, die dat ook prachtig beschrijft. Er staat: bewaar de eenheid van Gods geest. De eenheid die God geeft. Hij schept gemeenschap onderling waar de gemeente uit leeft. De Heer geeft liefde voor elkaar en maakt ons eensgezind. Wie leeft in vrede, laat het zien dat liefde samenbindt. Eén lichaam, één heilige geest die de gemeente leidt. Eén hoop, omdat de Heer ons riep in zijn goedgunstigheid. Eén Heer en één geloof in hem. Eén doop in het watergraf. Eén God en Vader die aan ons zijn heil en vrede gaf. Bewaar de eenheid van Gods geest.